Hallo, welkom bij een nieuwe editie van de Glasarbeiders. Dag 2. Gisteren waren we in de Jumbo en vandaag staan we in het verre Raalte. Ja, ze praten hier een beetje. Nou goed, ja. Dat was meer een Suriname. Ze slikken meer de eien van lopen. Ja, nou goed, we gaan zo wel horen hoe ze proberen te communiceren met ons. We gaan in ieder geval proberen ramen te lappen. En dat doen we bij DEM, bedrijfsdiensten. Ja. In het altijd prachtig zonnige Raalte. Het bedrijf wat ook DRTV schoonmaakt, dus dat belooft nog wat. Gezien onze studio altijd spik en span is. En denk je, waarom heeft hij nou zo raar zijn handen? Ja, ik kan echt heel slecht tegen de zon in kijken. Dus, Ja, en hij heeft geen zonnebril op. Gekke kerel. Goed, zullen we maar naar binnen gaan, want dit staat zo oncomfortabel. Ja, laten we naar binnen gaan. Nou, ja, daar zitten we dan in de kantine van de DM. Mooie kantine trouwens. Ja, je merkt wel gelijk dat het schoonmaakbedrijf is. Spik en span zit het allemaal in elkaar. Bij DEM Bedrijfsdiensten gaan we schoonmaken en we zitten naast Frits tegenover. Frits, en met jou gaan we zo meteen schoonmaken. Oké. Waar gaan we naartoe? We gaan naar een gebouw van Soerzeen aan de Raarhoefweg. Ah, oké. Okay. En dan is de bedoeling dat jullie ook iets hoger over laten komen te staan. Ik heb het gehoord, hoe hoog? Ja. Iets hoger? Nou, hoog, ja. Een meter of 5-6 denk ik. Oh. Valt nog mee, maar... Althans, voor ons, ik weet niet of jullie er van. Ja, dat zullen we zien zo meteen. En dan zullen jullie even laten zien hoe we dat de normale ramen gaan wassen en hoe jullie dat dan kunnen doen. Let's do it! Yes! Dus doen we. Oké. Okay. Ben benieuwd. Mijn eerste bakje pleur. En we proosten. Open. Koffie. Beloof wat. Kunnen we gelijk hier gaan schoonmaken ook. Nou ja. Nou, daar staan we dan volledig in bedrijfsoutfit. En we gaan volgens mij met de auto naar de bepaalde locatie. En daarvoor gaan we niet alleen. We hebben twee collega's meegenomen. En de eerste die kennen we natuurlijk al, maar de tweede kunt u zich even voorstellen. Ik ben Marcus B. En ik ben de collega van de Frits. En ik weet nu al dat ik heel erg mijn best moet gaan doen om u te gaan verstaan. Maar dat gaat vast wel goed komen. Wat me opvalt trouwens, jullie hebben allebei dezelfde schoenen aan ook. Is dat ook bedrijfs... schoenen? Dat zijn werkschoenen met staaldeuzen. Oh jee. Heel verplicht. Komen wij aan met onze sneakies. Oh jee. Ja. Nou goed, een teentje meer of minder, dat maakt ook niet uit natuurlijk. Ik vind het wel lekker zitten, ja. In de disco polo. Goed, let's go! Nee. We zijn op locatie in een prachtige landelijke omgeving. Ja, heel landelijk. Wij zo zijn, daar gaan wij glazen wassen. En ja, er zijn al wat ladders neergezet naar die. En die wordt dan nog het dubbele uitgeknapt ongeveer. Dus die 6 meter in praktijk... Dat is toch hoger dan je... In mijn hoofd had ik het lager voorgesteld, laat ik het zo zeggen. Echt wel? Maar goed. Oh, het water wordt al... Het sopje wordt al voorbereid. Voorbereidingen worden nu gemaakt. Oh, jongen. Volgens mij krijgen wij een hele vette Into the Wild West carbody. Of niet? Ja. Dit is... Hebben we nodig, ja? Yep. Oh jee. Want anders kunnen we niet alles meenemen natuurlijk. Nee. Volgens mij worden nog echt aan het werk gezet ook, Bas. Ja, ja. Ik heb trouwens... ik heb gehoord geruchten... dat jullie met jullie bedrijf ook... drive-in shows en bedrijfsfeesten organiseren onder de naam DJM. Wie van jullie is DJM? Ik niet. Oh. Dat draait in Club X zeker. Zaterdag in de Joffer. DJM bedrijfsfeesten. Oké, okay, let's go. Bedrijf. Heerlijk. Zo schoon als sop. Je gaat zo eerst. Ja. Goed in sop. Ja. Ik snap echt geen... Ja, maar jij hebt het ook wel. Zelfde man op die hoogte bij me gehad trouwens. Oké. Okay. Beginnen met de groen en dan naar wit. Of andersom. Dus de vuil af daaraan. Ja. Oef, die hele trap die trilt ook als een gek. Zo. Ja. Maar het ziet er wel prachtig uit als het helemaal gedaan is, jongens. Zo, glimmende glazen hier. Ik vind het eng, jongen, op die trap. Ja. Stiekem wel een beetje schattig om te zien natuurlijk dat Bastiaan er niet alleen af kan. Maar dat hij daar helemaal geholpen wordt, hand in hand zo ongeveer bij de ladder, omdat het zo hoog is. Oh. Nou, onze cameraman die heeft ons... Die heeft zo'n vieze lach. Dus hele vieze lach. Wat moeten we gaan doen?
Ja, en ook nog een vieze lach. Oh. Ik heb nog even een klein kusje. Een klein. Oh nee, oh. Ik zie hem al staan. Ik zie hem al staan. Goed bezig, Klein Jan. Dank je, Force. Nou, als je het niet erg vindt, ga ik even verder. Ik zei toch, DGM bedrijfsfeesten. Schoonmaken op de dansvloer. Multifunctioneel in tijden van crisis. Ja, het ziet heel feestelijk uit allemaal. Maar het was ook één groot feest natuurlijk. Wij gaan even geld ophalen nu. Innen! Met dat geld van de steen. Alles, jongen. Nou man, hartstikke bedankt voor de geleverde diensten. Je hebt goed je best gedaan. Hier en daar kom ik een keer wat sneller. Niet geoefend hierin. Dus ik wil je hartstikke bedanken voor het werk. Ja, graag gedaan. Kijk, wij doen het allemaal voor. En heel veel succes met de actie. Ja, heel erg bedankt. Voor het steunen ook van het goede doel. Nou, tot zover. Glas en wijn is deel 2.